Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft gisteren de officiële start gedaan van de verkenningsmissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA. Het Makandra-project is een government-to-government project ter verbetering van de exportpositie van Suriname voor geselecteerde en exportrelevante agrarische producten. Met het verkenningsbezoek zal er kennisoverdracht plaatsvinden, zodat Suriname kan voldoen aan internationale standaarden bij het exporteren. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan benadrukte dat dat de kern van de exportmarkt is en dat daarbij voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. Dus het is van belang dat we daar gezamenlijk naar kijken en dat we overeenkomen, certificeringen die ons in staat stellen om onze landbouwproducten, hoogwaardige landbouwproducten, verder te verkopen dan onze landsgrens. Ik weet dat het ook de ambitie is van Suriname. En ik ben blij dat dit project gaat onderzoeken hoe we daaraan kunnen gaan bijdragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daaraan kan bijdragen. Dit project wordt gefinancierd met fondsen die beschikbaar gesteld zijn in 2020 in het kader van het Makandra Steunfonds. Volgens minister Pralaat Seudien van LVV is Suriname nog steeds op de oude manier bezig met de export van agrarische producten. Hij vindt dat het tijd is dat dit beleid helemaal wordt omgegooid. We gaan nu richting productschappen. Laat per gewas, per product, alle stakeholders in de hele waardeketen, laat ze met elkaar aan tafel zitten. Die wetgeving hebben we vorig jaar al laten goedkeuren in het parlement. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de implementatie daarvan. En laat daarbinnen bekeken worden van laat zij wel de sector zelf bepalen wat er gedaan moet worden. Omdat zij de ins en de outs van hun eigen product wel beter weten dan vaak de overheid zelf. Laat mij dan werken om zaken zoveel als mogelijk te verzelfstandigen. En dan ga ik meteen richting NPPO. Fiskunstinstituut is verzelfstandigd. De sector brengt zelf de middelen bijeen om daar de keuringen te verrichten. Omdat de sector ook beseft van als ze niet bijdragen, dat ze niet mogen exporteren. En dat moet nu ook nog gaan gelden voor de groente- en fruitboeren. Laat zij ook tot besef komen van luister, zaken gaan nu anders. De spelregels gaan veranderen. Zij moeten ook een bijdrage daartoe leveren. De Nederlandse ambassadeur hoopt dat dit project een aanzet is voor verdere samenwerking. Hij zegt dat het ministerie van LVV nog meer projecten kan aandragen voor een samenwerking, aangezien er nog geld beschikbaar is in het Makandra-project.